Voetbal is zo'n homofobe sport, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Was vorig jaar, maar er was bij Voetbal International was er een discussie over homo's in het voetbal. En op een gegeven moment zei René van der Gijp, die zei toen, ja, maar voetbal is geen sport voor homoseksuelen, sport voor echte kerels, hebben homo's niet te zoeken. En ik hoorde dat en ik schrok een beetje, omdat ik dacht van, ja kut, hij heeft wel gelijk. Weet je, voetbal is een sport voor echte mannen, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Voetbal is een sport voor echte kerels, hè, met mooie kapsels, geëpileerde wenkbrauwtjes, hè, verschillende kleuren schoenen hebben ze aan. Ze maken reclame voor shampoo. Als ze klaar zijn met voetbal, beginnen ze vaak een eigen kledinglijn. En als ze trainer worden, dan willen ze graag met jonge jongens werken. Dus het is gewoon, ja, voor echte kerels, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Niet te zoeken. En dan vond ik het zo grappig, dat gewoon dit jaar, gewoon het meest gaye wat ooit in de sport is geïntroduceerd, is in het voetbal. En dat is de spray van de scheidsrechters. Ja. Elke scheidsrechter heeft nou een spray bij zich. En waarom? Nou oké, als je geen verstand hebt van voetbal, leg het eventjes uit. Wat heel vaak gebeurt in een wedstrijd, komt de speler met de bal op de goal af. Die is op de goal af aan het rennen zo, met de bal zo keihard zo. En die tegenstanders, die willen dat helemaal niet. Dus die gaan of een beetje in de weg staan, of ze geven een hele harde schouder, die was keihard, dat is echt heel erg pijn is dat. Of ze geven een hele harde trap tegen hem aan. Dan gaan ze rennen zo, en dan geven ze zo, trap ze tegen hem aan zo. En dan wordt hij geraakt. En dan gaat hij zo, ah! En ligt op de grond zo, gaat hij helemaal rollen zo, ah! Daarom zijn er ook reclameborden langs het veld. Hè? Anders rollen ze op een gegeven moment het stadion uit zo de weg al. Dat is heel erg gevaarlijk. En die liggen op de grond zo, ah, mijn benen! Ah! En komt de scheidsrechter eraan. Vuut. Vrije trap voor deze gozer. Zeker weten. Het is echt belachelijk wat er met jou gebeurd is. Echt belachelijk. Jij krijgt een vrije trap, fijne vent. Zeker weten. En dan hoort hij ook een vrije trap. Oh, het gaat in één keer weer helemaal goed met mijn benen. Ja, ik dacht dat hij helemaal verbrijzeld was. Een hele levende rolstoel. Nee, hij doet het gewoon weer. Gelukkig. Oké, vrije trap. Ik ga vrije trap nemen. En dan, maar er komen heel veel andere spelers van zijn team. Nee, ik kom ook vrije trap nemen. Ik kom een heleboel op af zo. Hij zo, nee. Ik ga hem nemen. Ja, maar jij neemt hem altijd. Zal ik anders net doen of ik hem neem? Zal ik dat doen? Kom ik zo keihard aanrennen en dan spring ik op het eind zo over de bal heen. Zo. Zal ik dat doen? Nee, want dan denk ik dat je hem alsnog gaat nemen. Dat vind ik heel erg irritant is dat. Dus als je gewoon daar blijft staan, want ik ga hem nemen. Want ik heb een shirt van mijn nieuwe baby onder mijn shirt. Als ik scoorde, haal ik hem zo naar boven. Heb je het met een vrouw gedaan? Gadverdamme. Nou goed, neem jij hem dan maar. Zal het wel, als je scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche straks? Wat? Doe eens normaal, zeg. Oh, sorry. Als je straks scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche? Ja, tuurlijk moet je dat doen. Dan ga ik jou keihard kuipen. Oké, ga maar echt keihard kuipen. Dan ga je zeker keihard kuipen. Oké, ready. Ik ga hem ready. Neem hem zo. Ik ga precies zo staan. Dan ga ik zo precies zo keihard rennen zo. Maar de tegenstanders, die willen niet dat die bal erin gaat. Dus wat gaan die doen? Die gaan zo ervoor staan. Gaan ze een muurtje maken zo. Gaan ze naast elkaar staan zo. Er komen anderen bij. Ik kom er ook bij staan. Leuk. Gaan we een muurtje maken zo. En dan gaan ze erbij. Soms komt er een van het andere team. Komt gewoon. Ik kom er ook bij staan zo. Wat doe je hier? Maar ja, ik ga wel zo staan. Dan komt misschien tegen mijn kontje aan. Zo veel harder is dat. Gaan we zo staan. En zegt de scheidsrechter, oké, jullie mogen een muurtje maken, maar wel op deze afstand. En dan gaat hij zo, die pasjes gaat zo doen zo. En zegt ze, oké, dan moeten jullie hier blijven staan. En niet straks stiekem naar voren komen, zodra ik me omdraai, hè. En zie je de mensen in het muurtje zo, oh nee, we gaan zeker niet stiekem naar voren komen, hoor. Zodra hij zich omdraait, zeker weten van niet. En zie ze naar elkaar kijken, echt wel dat we zo stiekem naar voren gaan komen, zodra hij zich omdraait. Want dat weet je, hè? Zodra de scheidsrechter zich omdraait, krijg je altijd een soort Anne-Maria Koekoek voor multimiljonairs, krijg je dan, hè. Ja. Maar nu heeft de scheidsrechter een spray bij zich. En zegt ze, nou, dank je de koekoek, jongens. Shhh. Oh. Als ik zo'n vrije bal zou moeten nemen en dat muurtje komt zo op mij afgeschuiveld zo, zou ik ook gewoon wachten met nemen tot ze op een gegeven moment zo langs mij heen geschuiveld zijn. Ze zelf ook denkt van, kut, sorry, we zijn veel te ver aan het gaan nu. Ja, dat zijn jullie ook. Hoe weet je dat?